oma. Ja, als er vandaag dingen mislopen, heeft dat voor sommige mensen te maken met vrijdag de 13e. Het getal 13 is voor veel mensen die bijgelovig zijn een ongeluksgetal. Het woord ongeluksgetal heeft trouwens zelf 13 letters. Veel mensen zijn die dag extra voorzichtig. Ze gaan op die dag niet trouwen, nemen geen vliegtuig of maken geen belangrijke beslissingen. Sommige hotels en ziekenhuizen hebben geen 13e verdieping en sommige vliegtuigen hebben geen rij 13. Sommige mensen zijn zelfs zo bang van vrijdag de 13e dat ze die dag helemaal niet buiten komen. Dat heet Paraskevi Decatriafobie. Maar dat is bijgeloof, want op vrijdag de 13e gebeuren er niet meer ongelukken dan op een andere dag. Ja, voor de meeste mensen is vrijdag de 13e een gewone dag als een andere. Maar wie toch schrik heeft, de volgende vrijdag de 13e is pas in september volgend jaar. Hey, merci om deze video te kijken. En ik denk dat je deze ook wel leuk gaat vinden. Vergeet niet te liken en abonneren, hè.